Hey lievertjes, goedemorgen. Tenminste, voor mij is het ochtend als ik deze podcast opneem. Ik wil iets met je delen wat ik vanochtend heb meegemaakt. En ik denk dat je daar heel veel herkenning in gaat vinden. En het is iets waar ik heel erg aan werk op dit moment. Maar er zijn nog momenten dat ik terugval in gedrag dat ik eigenlijk niet wil. En mijn lichaam geeft dan ook meteen aan hoe dat ik bezig ben. Nou, wat bedoel ik hiermee? Ik zal even de situatie uitleggen. Vandaag had ik eigenlijk een afspraak gepland bij een klant van me. Zij is een supergoede masseur. En ze had mij aangeboden om... ze zei, je doet zoveel voor mij. Ik wil iets terugdoen en ik wil je een massage aanbieden. En zij is echt supergoed in wat ze doet. Ze geeft intuïtieve massages onder andere. Dus ja, het fantastisch. Nou, op dat moment, toen ze dat zei, had ik het heel druk. Dus we hebben het echt maanden vooruit gepland. Nou, vandaag was dus de dag. En ik merkte gewoon de hele week al aan mezelf en aan mijn lichaam dat ik daar spanning voor voelde. En spanning niet in de zin van, oh, ik vind het eng of zo. Maar spanning in de zin van... Het past nu even niet bij wat ik wil doen. Het past gewoon even niet. Het was best wel een stuk rijden. Nu boeit me dat normaal gesproken niet. Maar deze week zit ik al heel veel in de auto. En ja, dat betekent dus dat ik driekwart van de dag kwijt zou zijn. Nu is dat ook niet erg. Maar het voelde gewoon op dit moment niet als iets wat voor mij goed is nu. Begrijp je wat ik... Ja, wat ik daarmee bedoel, los van dat die massage misschien super goed voor mij zou zijn, mijn lichaam geeft me zo sterk aan wanneer ik iets wel of niet moet doen op dat moment. Want helemaal niks ten nadele van haar, want zij is fantastisch. Het heeft niks met haar te maken. Het heeft alleen maar met mij te maken en wat mijn lichaam, mijn inner being, zo zie ik dat, mij wil vertellen. En de hele week luisterde ik niet. De dag van tevoren. Stuurt zij mij een berichtje van Kim, gaat het nog door morgen? En ik kan eventueel ook nog op een andere tijd. En een heel lief berichtje. En ik merkte gewoon dat ik me schuldig voelde. Op dat moment al, omdat mijn lichaam zei dat ik liever niet wilde gaan. Maar ik durfde gewoon niet af te zeggen, omdat ik haar niet voor het hoofd wilde stoten. Zeker niet zo kort van tevoren. Zeker niet omdat zij er zoveel tijd voor had gereserveerd. Zeker ook niet... Omdat ze zo goed is en zij me dit beloofd had. En snap je dat het zo'n mooi gebaar was? En het voelde gewoon aan alle kanten voor mij van, dit kun je gewoon niet maken. Maar ja, dan heb je dus die innerlijke strijd. Dat zul je vast wel herkennen vanuit andere situaties. En ik wist dat het gaande was, maar ik koos er toch voor om dus niet naar mijn lichaam te luisteren. Nou, die woensdag ervoor, want ik neem deze podcast nu op een donderdagochtend, woensdag ervoor... Had ik een vrij drukke dag. Ik moest 's avonds nog de laatste avond geven van de groepscursus voor Nooit meer op dieet. Allemaal superleuk, maar ook allemaal erg veel. En het was de donderdagochtend, ik ben gaan slapen. Ik lag om 10 uur in bed. Ik dacht, heerlijk, lekker 8 uur kunnen slapen. En ik werd om 6 uur wakker vanochtend met knallende, knallende koppijn. En ik dacht, ik moest lachen. En ik dacht, ja, dit is dus wat er gebeurt. En dit is al vaker bij mij gebeurd, dus ik weet dat het een patroon is. Mijn lichaam roept mij een halt toe op het moment dat ik zelf niet luister, mentaal. En die hoofdpijn van mij, die is dan, dat is niet gewoon hoofdpijn, maar dat is echt, echt, echt heel erg hoofdpijn. Ik heb het gelukkig bijna nooit meer, maar ik heb het extreem gehad. Zozeer dat de zwaarste pijnstilling gewoon niet meer hielp. Maar dat had ik dus vanochtend. En ik moest lachen omdat ik het meteen herkende. Dit is dus een typische uitwerking van dat ik niet luister naar wat mijn innerlijke zelf me wil vertellen over wat op dit moment goed voor mij is. Nou, toen zat ik aan het ontbijt. Ik zei tegen zijn vriend, wat moet ik doen? En hij zei van, ja, dit is niet goed voor je als je zo gaat. Doe dit nou gewoon niet. Ik zeg, maar ja, ik kan het niet maken om dat nu nog af te zeggen. Dus ik had een paar paracetamols gepakt. Ik had koffie gedronken. Normaal gesproken helpt dat. Ik ben onder de douche gegaan om te ontspannen. Nog een meditatie geluisterd. En het hielp niet. En uiteindelijk restte mij dus niets anders dan ik dacht, ik moet naar mijn lichaam luisteren. Dit is niet, Kim, practice what you preach. Jij zegt ook tegen anderen, luister naar je lichaam. En dan zul jij nu dit gaan doen. Dit kan gewoon niet. Dus ik een berichtje naar haar gestuurd, echt met 100.000 excuses, want ik voelde me ontzettend schuldig. En ik wist diep van binnen dat ze het zou begrijpen, maar toch voelde ik me ontzettend schuldig.
En ik heb het afgezegd zo'n 2 uur, 1,5 uur van tevoren. En gelukkig kreeg ik een super begripvolle reactie terug. Echt mega mooie reactie. Dat zei zij ook, oh, ik vind het juist goed dat jij naar je lichaam luistert. Dat is ook wat ik mijn klanten altijd leer. En weet je, op de een of andere manier voelde ik het ook. Want ik had niet voor niks gisteren een berichtje gestuurd. Normaal gesproken doe ik dat nooit. Maar ik voelde dat het gewoon niet klopte nu. En dat was een zo'n mooie samenkomst. Hè? En op dat moment, en dit is echt heel mooi en ook gewoon te bizar hoe dit werkt. Maar ik weet dat het zo werkt. Maar toch is het iedere keer wel heel erg mooi als je dit ziet. De spanning die, toen ik dat berichtje had gestuurd, de spanning ging uit mijn lijf. Er viel een last van mijn schouders. En de hoofdpijn die zakte weg. Het is nog lichtjes aanwezig op dit moment nu ik dit opneem. Maar niet meer zoals het was. En oh, ik denk, Kim, nu doe je het weer. Je krijgt weer een teken dat het zo werkt. En het mooie is ook nog dat ik dit, want het is namelijk, ik denk 3 maanden van tevoren dat we dit al gepland hadden. Ik heb sinds 1,5 maand ongeveer besloten om overal nee tegen te zeggen wat niet bijdraagt aan mijn hogere doel. En ik moet mezelf een complimentje geven, want ik merk dat ik er erg goed in ben geworden. Ik heb zoveel nee gezegd de laatste tijd. En dat heeft me heel veel rust gegeven, want heel veel dingen nu die ik al die tijd gewild heb, die zijn heel erg op zijn plek aan het vallen. Met events die steeds groter worden, aanmeldingen voor Bali, interactie op social media die ik zo gewenst heb. Vorig jaar zei ik, oh, alsjeblieft laat me connecties kunnen maken met mensen op social media. En wat er nu gebeurt op Instagram, dat ik echt gemiddeld wel 50 DM's per dag krijg. En ik vind het heerlijk. Dat is echt iets positiefs wat ik nu deel. Maar dat maakt ook dat je dus een steeds drukker leven krijgt. Allemaal gevuld met mooie dingen. Dus ik wil niet dit laten overkomen als klagen, maar het maakt wel dat ik een shift moet gaan maken in waar ik ja en nee tegen zeg. En 1,5 maand geleden werd dat heel duidelijk. En ik merkte ook toen ik die keuze had gemaakt, alles wat niet bijdraagt aan mijn hogere doel, daar ga ik nee tegen zeggen. Dat ik weet niet of ik het zo mag zien, maar zo heb ik het geïnterpreteerd, dat ik heel erg getest werd. Door het universum ook. In hoeverre ben je serieus nu? Dus er kwamen die week ook heel veel dingen op mijn pad, die ik aan de ene kant heel erg leuk vind, maar waarvan ik ook wist, dit is niet goed voor mij om dit nu te doen, want dan ga ik weer mijn agenda volstoppen met dingen die wel leuk zijn, maar niet bijdragen aan je hogere doel. En dat komt vooral, en misschien herkennen jullie dit ook wel als ondernemer zijnde, op het moment dat jij groeit, willen heel veel mensen met jou koffie drinken. En dat heb ik in het verleden heel erg gehad. Dat heb ik de laatste tijd weer. En dat heb ik al een jaar ongeveer. Dat heel veel mensen berichtjes sturen om een keer koffie te drinken. Dat we waarschijnlijk wat voor elkaar kunnen betekenen. En dat is super gezellig. En waarschijnlijk is het ook zo. Maar ik voel meteen wanneer dat ik dat moet doen en wanneer niet. En heel vaak om de ander niet voor het hoofd te stoten, zeg ik dan toch ja. Nou, daar ben ik dus rigoureus mee gestopt. En dat heeft me zoveel bevrijd. Datzelfde heb ik gedaan met, ik had gratis strategie sessies op mijn website staan. En heel veel mensen vroegen die aan om want ik vroeg namelijk, waarom vraag je die aan? En toen kreeg ik als reactie, dat krijg ik dan binnen als antwoord op de vragen, omdat ik zoveel energie haal uit de podcast van Kim en ik hoop na zo'n gesprek nog meer energie te hebben. En het is natuurlijk fantastisch dat iemand dat weet, dat hij dat eruit kan halen, dat hij dat graag wil en dat ik hem dat kan geven. Maar ja, het maakt natuurlijk ook dat het dus, het kwam echt voor dat ik gewoon 8 gratis sessies op een dag had, dat mijn hele dag gevuld was. En daar kwamen ook klanten uit, hè? Laat dat even duidelijk zijn, maar ook heel vaak niet. En Ik weet dat ik nu op een punt ben gekomen in mijn business. En ik denk dat je dat al heel vroeg in je business moet besluiten. Dat het een win-win situatie moet zijn. En dat het niet alleen maar moet zijn dat een ander van jouw energie profiteert. Maar dat het echt zo is dat, dat jij daar ook iets uit mag halen. Omdat het anders gewoon niet gelijkwaardig is en het gewoon niet klopt. En dat maakt dus ook dat ik een aantal weken geleden de gratis strategie sessies van mijn website heb gehaald. Je kan hem nu alleen nog maar boeken als je je afvraagt of je een match bent voor een van mijn coachingstrajecten. Dus voor de Inner Circle, of als je een VIP-dag wil plannen. Hè, of je bijvoorbeeld voor Nooit Meer Op Dieet een programma wil starten bij me. Dus
En ik merk dat me dat ook enorm veel rust heeft gegeven. Want dat betekent dus dat ik heel veel tijd extra overhoud met niet meer allemaal die strategiesessies. En degene die ik ingepland had nog staan, weken vooruit, die heb ik allemaal gemaild en het uitgelegd. En gezegd, ik heb het zo druk, ik kan gewoon niet meer iedereen één op één te woord staan. Hopelijk begrijp je dat. Mocht je geïnteresseerd zijn in een van de coachingstrajecten en willen kijken of je een match bent, sta ik absoluut open voor een gesprek. En dan gaan we dat ook echt doen. Want ik vind het heel belangrijk om je even te spreken, omdat ik je energie wil voelen. En wil kijken voor jou of het een match is, maar ook voor mij of het een match is. En die gesprekken die staan nu en alle anderen niet meer. En dat heeft zoveel rust gegeven. En datzelfde geldt dus voor de koffiedates, mensen die dat wilden drinken, mensen die willen samenwerken. Ik krijg ook heel veel aanvragen voor samenwerkingen. Heel veel aanvragen ook voor of ik ergens wil spreken. En dat vind ik dus fantastisch, want dat spreken, dat is echt mijn passie. Maar ik moet nu, als iemand me vraagt, moet ik nu kijken naar... wat is de doelgroep en wat kan me dat indirect eventueel oplossen? Want ik kan nu eenmaal niet overal ja tegen zeggen. Ook al is het aanbod fantastisch en wil ik zoveel mogelijk mensen inspireren. Maar ik moet ook echt mijn eigen energie bewaken en mijn hogere doel helder houden. En dat is dat ik zoveel mogelijk mensen wil gaan inspireren. En ik wil zelf de stap maken ook naar nog een ander verdienmodel. Omdat dat gewoon makkelijker wordt om meer mensen te bereiken. En op het moment dat ik zo door was gegaan, dan had ik daar geen tijd voor gecreëerd. En dat realiseerde ik me. Ik doe anderen tekort die mijn hulp kunnen gebruiken. Ik doe mezelf tekort door op deze manier door te gaan. Dus ik ben echt super specifiek nu op dit moment en heel erg bewust in de dingen waar ik ja tegen zeg. En vanochtend was dan zo'n situatie en dat kwam ook voort uit het feit dat ik dat dus 3 maanden geleden had gepland. En op dat moment zei ik nog overal ja tegen vanuit mijn enthousiasme. En ik weet dat het een mooie eigenschap is. Misschien herken je het, maar je weet waarschijnlijk ook dat het je dat daardoor je agenda altijd vol is. Mijn agenda was altijd vol en ik wilde dat niet meer. Ik wilde ook rust. Ik wilde meer tijd met zijn vrienden. Ik wilde meer tijd voor mezelf. Ik wilde meer tijd om te sporten. En ik wilde ook gewoon tijd om niks te doen en een boek te lezen. En gewoon lekker te zijn en te wandelen. En dan een uur te kunnen zitten op dat bankje op de Sint-Pietersberg of aan het water. En ik wilde tijd om nieuwe programma's te creëren. En om te werken aan mezelf. En ja, die gunde ik mezelf niet meer door vanuit mijn enthousiasme overal ja tegen te zeggen. En wat ik met dit verhaal wil bereiken, is dat jij eens gaat reflecteren naar je eigen situatie. Heb jij jouw hogere doel helder? En ben jij iemand die misschien ook wel te veel ja zegt en ook tegen de dingen die niet bijdragen aan dat hogere doel, ook al vind je ze leuk? En zeg ik nu, je moet overal nee tegen zeggen als ze niet bijdragen aan je hogere doel? Nee, dat zeg ik absoluut niet. Maar ben zuinig met je energie en weet dat het uiteindelijk je niet op gaat leveren wat je wil op het moment dat je maar continu dingen aan het doen bent die niet je echt heel erg stappen voorwaarts laten zetten. Want als het goed is, wil jij als ondernemer, als mens, wil je groeien. Als het goed is, wil je je ontwikkelen. Als het goed is, wil jij zoveel mogelijk mensen helpen. Als het goed is, wil je steeds meer gaan verdienen. Dan moet je ook slim en bewust met je energie omgaan en kijken naar de dingen. Welke zijn echt belangrijk en waar mag ik energie in steken? En welke zijn op dit moment, ook al zijn ze misschien heel erg leuk, welke mag ik nu nee tegen zeggen omdat ze niet bijdragen aan datgene waar ik naar streef op dit moment? En ik zeg dit omdat ik weet dat dit bij heel veel mensen speelt. Dat ze te veel energie geven aan dingen die niet bijdragen aan het hogere doel. Herken je dat? Dat je 's ochtends start aan je dag als ondernemer, als je voor jezelf werkt. En dat je van alles doet en dat je een drukke dag hebt gehad. En aan het einde van de dag kijk je terug en denk je, ja, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Wat heb ik nou eigenlijk gedaan dat me echt wat oplevert? Nou, op het moment dat jouw situatie is, dan nodig ik je uit bij deze om eens je hele weekplanning en alles wat op je to-do-lijstje staat en alles wat op je bordje ligt en alle afspraken die je hebt, eens onder de loep te nemen. En eens te kijken naar, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? En hoe ga ik ooit naar datgene komen waar ik eigenlijk naartoe wil, qua hoger inkomen, qua grotere impact maken in deze wereld, meer tijd voor mezelf, meer tijd voor mijn relatie, meer tijd voor mijn kinderen. Hoe ga ik dat ooit creëren als ik doorga zoals ik nu bezig ben? En weet dat het slechts een beslissing is die je hoeft te nemen. Wat ik heb gedaan, ik ben mijn agenda gaan bekijken. Toen ik 1,5 maand geleden die beslissing had gemaakt, ben mijn agenda gaan bestuderen. En gaan kijken naar wat zijn allemaal afspraken waar ik ja tegen heb gezegd. Wat ik eigenlijk voor een ander doe, maar waar ik nu geen energie uithaal. En dat waren er te veel.
En ik ben al die mensen gaan benaderen. Ik heb alles eerlijk verteld, hoe ik erin stond en waarom dat ik dit moet afzeggen. Ik heb mijn excuses aangeboden. Omdat ik ook inzag dat het iets is wat ik niet had mogen beloven, wat ik niet had mogen afspreken. Maar op het moment dat je eerlijk bent, begrijpen mensen je. Op het moment dat je niet erover liegt, en dat is iets wat ik jaren geleden in het verleden heel erg deed. Als ik ergens geen zin in had, dan loog ik dat ik ziek was, of dat ik moe was, of dat ik hoofdpijn had. Nu ben ik alleen nog maar eerlijk. Ik vertel altijd de waarheid. Dat voelt voor mij beter, maar je gaat ook zien dat jij heel veel respect gaat krijgen en heel veel begrip gaat krijgen van de ander als je niet liegt. Mensen prikken daar doorheen. En doe het ook jezelf niet aan, want het is een verkeerde energie op het moment dat jij een smoesje gaat verzinnen voor waarom dat je iets niet wilt doen. Dus ben altijd eerlijk en ga je agenda eens erbij pakken, net zoals ik dat heb gedaan. En ga eens een paar maanden vooruit kijken, wat staat daar? Hoe zijn je dagen gevuld? Waar ben je mee bezig? Heb je überhaupt structuur? Doe je dingen gewoon maar hoe ze komen, wat helemaal niet verkeerd is, hè? Want ik werk ook heel erg op intuïtie en gevoel. Maar soms is het gewoon slim om bepaalde dingen te blokken en dan voor jezelf iets in te plannen. Ik heb bijvoorbeeld dat ik bepaalde middagen gewoon blok en dan ga ik podcast opnemen. En dan weet ik, op het moment dat ik inspiratie luister van tevoren, ben ik ook geïnspireerd. Dus dan vloeit de inspiratie. Nu deze podcast neem ik even spontaan op, omdat er tijd is ontstaan. Vind ik fijn. Ik wil zo meteen ook iets voor mezelf gaan doen. Ik zie dit als een geschenk nu, dat mijn lichaam me dit aangaf. En dat ik nu even een ochtend iets voor mezelf mag doen, die ik anders misschien ook wel voor mezelf had gehad, maar wat te veel als een moetje gevoeld. En ineens komt er ruimte, ineens komt er space. Ik voel me een stuk lichter in mijn hoofd. Het voelt heerlijk nu. Ik voel me heel erg rustig van binnen. En ik pak nu iets voor mezelf. En ik wil jou ook uitnodigen om je agenda dus te bekijken en die dingen af te gaan zeggen. En dan de tijd die vrijkomt om en efficiënter te gaan werken. En dat bedoel ik dat je meer bezig bent met de dingen die echt voor resultaat zorgen. Plus, ga eens kijken of je niet standaard één middag voor jezelf kan pakken. Ik doe dat door elke dag minimaal uur, anderhalf uur voor mezelf te reserveren om te gaan wandelen. En soms langer. En dan zijn tijden dat ik echt een half uur of een uur op een bankje ga zitten op de Sint-Pietersberg in Maastricht, waar ik altijd wandel. En over de stad kijk. En dan luisteren naar iets. Dan luister ik naar een geleide meditatie. Wat me heel erg rustig maakt. En dan voel ik zo'n interne rust en vrede over me heen komen. Dat is zo heerlijk om jezelf dat te gunnen. En om dat gevoel in jezelf te ontwaken. Want dat zit in iedereen. Jullie hebben het allemaal. Maar omdat we zo geneigd zijn om dingen op een bepaalde manier te doen. Zoals we het altijd al deden. Met een druk gezinsleven. Met een drukke baan. Met van alles maar moeten en nog moeten sporten en met vrienden afspreken en uit eten en naar familie en dit. En ik herken het, want ja, dat heb ik ook. Maar ik merk dat ik ook heel erg goed ben geworden in nee zeggen. En vooral echt heel concreet te kijken naar, draagt dit bij aan mijn hogere doel of niet? En als het niet zo is, dan zeg ik er nu nee tegen. En dat geeft rust, het geeft ruimte, het geeft meer tijd voor jezelf. En dat mag je jezelf gunnen. Jij wil groeien, maar groeien gaat niet gepaard met als een kip zonder kop continu maar de hele dag dingen doen die je eigenlijk niet dat stapje voorwaarts laten zetten. Groei betekent heel erg bewust bezig zijn met je persoonlijke ontwikkeling, met de dingen waar je ja tegen zegt, met qua werk waar je mee bezig bent. Hè? Ben je de hele dag alleen maar mails aan beantwoorden en social media berichten aan schrijven? En zit er überhaupt geen doel achter, geen structuur, geen plan als het ware. Je moet ook weten een beetje waar je naartoe wil en hoe je dat gaat bereiken. En waar je dus ja en nee tegen kan zeggen. Anders ben je als een kip zonder kop, maar altijd druk. Maar leidt het nergens toe. Zo'n leven wil je niet. En ik kan je vertellen, het gaat je ook niet brengen waar je naartoe wil als je zo blijft leven. Dus reflecteer eens. Ik hoop dat mijn verhaal je enigszins aan het denken heeft gezet. Ga eens op je eigen leven reflecteren, op je eigen keuzes reflecteren. Ga eens je agenda erbij pakken en ga eens kijken, welke dingen staan daarin die ik eigenlijk niet meer wil? En voel je vrij, geef jezelf toestemming om die af te gaan zeggen. Ook al stoot je misschien iemand voor het hoofd, toch zegt dat meer over die persoon dan over jou. Want als jij eerlijk bent, kan iemand niet anders dan begripvol zijn. Als hij dat niet is, dan zegt dat iets over die persoon en niet over jou. Dat mag je ook voelen. En ik voelde me ook schuldig en ik voelde me lullig. Dit is nu van me afgevallen. En ik weet ook dat het me niet dient om dat gevoel te voelen.
En dat wil ik jou ook meegeven. Het dient je niet om je schuldig te voelen. Je hebt er niks aan. Het maakt je alleen maar erger eigenlijk. Want dan heb je iets afgezegd. Maar uiteindelijk heb je er geen rust van ervaren. Omdat je je de hele tijd schuldig voelt. Dus alsjeblieft sta jezelf toe. En voel dat het oké is als jij egoïstischer bent. En dat je meer dingen doet die goed zijn voor jou. En die je lijf en je geest aangeven als dit is fijn, dit is goed. Hoe weet je dat nu? Bij mij is het heel duidelijk en ik geloof dat iedereen dit in zich heeft. Het is een emotioneel geleidensysteem, zoals de wet van aantrekking Abraham Hicks het heel mooi noemt. Op het moment dat ik iets doe wat niet goed voor me is, voel ik dat in mijn maag, in mijn buik. En op het moment dat het me te veel spanning oplevert, krijg ik acuut hoofdpijn. En gelukkig heb ik het bijna nooit, want ik heb het namelijk... Ik weet hoe het is om heel erg tegen je gevoel in te gaan. Dat was namelijk de laatste fase dat ik nog in Roermond werkte als voedingsdeskundige. Waarbij ik 1-op-1 sessies deed elke dag. Toen zagen mijn dagen eruit. Van 9 tot 9 werkte ik elke dag. Van maandag tot vrijdag. En op zaterdag werkte ik van 9 tot 5. En soms begon ik om 8 uur. En op zondag deed ik mijn administratie. En dat was eind 2016, halverwege 2016, heb ik maandenlang gehad dat ik elke dag hoofdpijn had. Ik had 6 van de 7 dagen per week hoofdpijn. En ik dacht gewoon, voor mij was het gewoon het nieuwe normaal. Zo erg was het bijna. Ik had elke dag knallende koppijn. En ik kon op doorzettingsvermogen en op willpower, kon ik de mensen even goed helpen. Maar op het moment dat ik thuis kwam, was ik echt een wrak en stortte ik helemaal in. En de volgende dag begon dat weer opnieuw. Tot er een punt kwam, en dat is dus januari 2017 geweest, dat mijn lichaam het letterlijk begaf. Dat ik dus in een burn-out of een voorstadium van een burn-out. Toen zakte ik door mijn benen heen in mijn woonkamer. Echt letterlijk, mijn benen hielden niet meer. Ik viel op de grond nadat ik terugkwam van het sporten. En toen was het gewoon klaar. Toen was het klaar. En toen begon ik ongelooflijk hard te huilen. Ik voelde een intense verdriet in me en een leegte. En ik wist niet waar het vandaan kwam. Het overviel me ineens. Maar het was voor mij wel duidelijk, Kim, tot hier en niet verder. En toen kon ik ook terugkijken en echt zien, Kim, waar ben je mee bezig? En ook op het draadje praktijk zo goed. Je hebt een verlangen naar iets anders. Ik had een verlangen naar vrijheid. Ik had een verlangen naar een online business. En ik had een verlangen naar een ander leven en reizen en mijn laptop meenemen. Maar toch had ik ook dat verlangen van en die kick die ik kreeg van die klanten die zich continu aanmelden. En dat hield me vast. En mijn lijf heeft het toen letterlijk begeven. Dus hoe weet je nou of je wel of niet goed bezig bent? Hoe weet je of iets in lijn is met wat je eigenlijk wil? Dat voel je. En ik wil je uitnodigen om meer daarbij stil te gaan staan en meer te gaan voelen. Sta openstaan voor wat je lichaam je vertelt. Luister naar je lijf, want je lijf zegt altijd waar het op slaat. Op het moment dat jij vaak lichamelijke klachten hebt, dan zie ik het. Tenminste, dat is mijn mening en mijn visie. Dan zie ik het zo dat je behoorlijk uit balans bent. Ik geloof erin dat namelijk alle lichamelijke klachten verholpen kunnen worden op het moment dat jij gaat luisteren naar je lichaam en die dingen gaat doen die goed voor jou zijn in plaats van de dingen die energie slurpen. Het lichaam is van nature iets wat in balans is, wat goed voelt. Jij hoort geen klachten te hebben, je hoort niet ziek te zijn. Dus op het moment dat jij met regelmaat iets hebt of misschien wel chronisch iets hebt, dan ga eens nadenken, hoe leef ik mijn leven? Hoe voel ik me dagelijks? Voel ik druk? Voel ik stress? Voel ik me gehaast? Voel ik weinig innerlijke rust? Kan ik überhaupt wel rustig zijn? Hoeveel slaap ik? Hoe goed eet ik? Wat stop ik in mijn lijf? En dan wil ik je eens uitnodigen om dingen anders te gaan doen. En ervoor open te staan dat er een mogelijkheid bestaat. En voor mij is dit 100% waarheid en is het gewoon zo. Op het moment dat jij continu naar je lichaam luistert en naar je inner being luistert, naar je hogere zelf luistert, dan moet jouw lichaam in balans zijn. Dan moet jij je goed voelen. Dan moet jij energie hebben. Dan mag je niet ziek zijn. Natuurlijk kun je altijd een keer ziek zijn, kun je altijd een griepje krijgen. Maar over het algemeen heb ik altijd hogere energie. Ben ik altijd gelukkig, ben ik altijd happy, ben ik altijd blij. Ben ik enthousiast en ik ben nooit ziek. Echt waar, ik ben nooit ziek. Heel af en toe dat ik eens iets heb. Maar jaren geleden had ik echt om de haverklap keelontsteking, continu hoofdpijn, heel erge darmklachten, een slechte huid. Allemaal dingen die een teken waren wat ik toen niet zag, dat ik heel erg uit balans was. Omdat ik veel te hard werkte. En vooral ook te veel bezig was met iets wat ik eigenlijk niet meer wilde, maar mezelf vanuit moeten daar hield. Omdat ik een kick kreeg van veel geld verdienen en van
veel mensen kunnen helpen en aanmeldingen krijgen. En ja, dat was mijn ego. En die ego is er nog steeds, want dat is nog steeds iets wat ik fantastisch vind. Alleen nu doe ik het in lijn met mijn hogere zelf. En nu doe ik die dingen die ik leuk vind. En nu luister ik naar mijn lichaam. En ja, ik ben niet perfect. En daarom vertel ik dit ook. Dit is een voorval dus wat zich nog aandient. En wat evengoed ook nog af en toe voorkomt. Maar weet dat je het kan veranderen. Weet dat je het in je hebt. En weet ook, en dat wil ik je ook meegeven, dat je leven zo ontzettend in het positieve gaat veranderen. Je gaat meer overvloed ervaren. Er komt veel meer rijkdom in je leven. Qua financieel, qua gezondheid, qua energie, qua gewicht, qua balans, qua vriendschappen, qua relaties. Echt alles gaat voor jou stromen op het moment dat jij gaat luisteren en jezelf in balans gaat brengen. Op het moment dat je dat doet namelijk, dan sta je open om te ontvangen. En dan kan het niet anders dat het universum je alles gaat brengen waar je naar verlangt. Maar je moet wel openstaan. En door die overvloedstroom te blokken, door alles vanuit je hoofd te doen en vanuit moeten te doen en anderen te pleasen, ga je er nooit komen. Logisch dat je niet krijgt wat je wil, want je doet veel te veel van de dingen die je eigenlijk niet wil. Logisch dat de goede dingen niet op je pad kunnen komen. Je hogere zelf, het universum, zegt, ja doei, dit is niet the way to go. Zo werkt het niet. Realiseer je dat. Dus als je dingen anders wil, kijk er eens naar vanuit een ander perspectief. Kijk eens naar je agenda. Wat doe je? Wat wil je? Hoe ziet je dag eruit? En maak een keuze. Ga het anders doen. Omdat het kan. Ik weet waar ik over spreek en ik weet ook hoe mijn lichaam gevoeld heeft. Alright, dit was genoeg een rampage. dit waren genoeg woorden. Ik denk dat ik mijn boodschap duidelijk over heb kunnen brengen. Ik zou het ontzettend fijn vinden op het moment dat je me laat weten of dit met je resoneert. Dus zoals altijd vraag ik je ook dit keer weer, maak een screenshot. Laat me weten dat je luistert. En laat me weten ook wat het met je doet. Laat me weten wat je voelt bij deze aflevering. Laat me weten, als je op je eigen kan reflecteren, wat je anders wil gaan doen. En laat me weten of het een aha was. En of je je herkende in mijn verhaal. Ik zie het ook als mijn missie om de dingen te delen die niet goed gaan. En te laten weten heel vaak dat ik niet perfect ben. Maar dat ik continu leer. En door mijn leringen te delen en te laten zien dat ik niet perfect ben. Maar wel ook te laten zien hoe ik het nu anders doe. Hoop ik je te inspireren om datzelfde te doen. En vooral ook te denken dat het niet perfect hoeft te zijn, maar dat er wel altijd iets is wat jij kan doen om tot die betere versie van jezelf te komen en om meer manifestaties in je leven te brengen. Oké, lievertjes, dankjewel voor het luisteren. Ik spreek jullie volgende keer weer. Het is even een hele rustige energie van mij vandaag. Waarschijnlijk voel je dat ook. Het komt aan omdat het ochtend is. Dan zit ik in een andere energie dan 's middags. Plus ook dat ik heel erg de rust nu in mij voel door vanochtend wat er gebeurd is. Dus het is even, ja, misschien wat minder een high vibe, maar ook wel weer heel erg wel, maar op een andere manier. Dankjewel voor het luisteren. Laat me weten wat je ervan vond. En heb een hele, hele, hele fijne dag. Mwah.